De Olympische Spelen zijn in volle gang. En dus kunnen we genieten van een groot aanbod van bekende en minder bekende sporten. Maar wist je dat veel van die minder bekende sporten ook hier beoefend worden? Tijd om een kijkje te nemen. En vandaag gaan we handboogschieten. Concentratie, ja. En je eigen constant kopiëren. En proberen die 10 te raken. Dat door constant te doen, gaat dat op een gegeven moment lukken. We zijn bij Handboogsportvereniging Verburg in Boerdijk. En hier komen de schutters wekelijks bij elkaar voor... Ja, de gezelligheid. Het is, ja, je bent met z'n allen bezig. Je oefent met z'n allen één hobby. Ja, en uiteindelijk drinken we achteraf nog gezellig met z'n allen een biertje. En het is even het samen zijn met je vrienden. Nou, voor de meeste mensen is het inderdaad behoorlijk heilig deze avond. Die thuis moet even opzij of thuis gaat mee. Dat klinkt al goed. Tijd om meer te weten te komen over deze sport. Zo laat voorzitter Jan al verschillende bogen zien. Maar wij zijn natuurlijk benieuwd naar de boog die we ook tijdens de Spelen zien. Dit is een recurve boog. Deze bogen worden gebruikt op de Olympische Spelen. En daar kan je gewoon heel nauwkeurig mee schieten. Hier heb je je versier zitten wat je alle kanten op kan afstellen. Je hebt je stabilisator erop die dempt alle trillingen erin. En op die manier kan je gewoon heel nauwkeurig schieten en van alle afstanden. En hiermee schieten ook de wedstrijdschutters van deze vereniging. Maar hoe kom je erop om deze sport te gaan doen? Heel eigenlijk toen ik Grijze Jager ging lezen. Dat is een boek waar de handbogen eigenlijk wel zo heel erg impopulair is. En ook een beetje door de Hunger Games film. Hoe oud was ik toen? Ik denk een jaar of 20. En zo richt ze al heel wat jaartjes haar pijlen op successen in deze sport. Nou, ik ben nu mijn pijl op mijn boog aan het klikken. Ik heb dan een tap waarmee ik hem eigenlijk vastpak, waardoor hem één vinger boven en de rest van de vingers onder. En dan trek ik hem aan. En dan zorg ik ervoor dat ik hem naar mijn neus breng, dus dat hij zeg maar mijn pees hier vast zit. En dan kijk ik vervolgens door mijn vizier heen waar ik hem op schiet. En dan concentratie. En hoe train je nu het beste om dat niveau te krijgen? Of pak je dan een foto van je tegenstander op het bord? Nee, eigenlijk gewoon elke week komen, dat is het beste wat helpt. En ja, gewoon fun hebben erin en je best doen. Maar het niveau ligt hier hoog, vooral als we kijken naar het verleden. De oude generatie die hebben met Nederlandse kampioenschappen zelfs meegedaan in teamverband. Dat was hoog niveau, ja. En die moesten ook elke dag trainen. Bij een tuinder thuis, in het grote gangpad. Hebben ze elke avond zijn ze aan het oefenen geweest. En dat is het enige met deze sport, veel doen. Tegenwoordig wordt dat niveau niet meer gehaald. Zeker als ze mij een pijl laten schieten. Maar dromen van de Spelen mag natuurlijk altijd. Ooit op de Olympische Spelen zou ik leuk vinden, maar ik denk niet dat ik dat niveau ooit ga bereiken. Maar het is gewoon voor de lol eigenlijk.